Mensen van het universum, Alex Agnew hier. Bart de Raaf, een supergetalenteerde Limburgse rapper, heeft een nieuwe plaat uit binnenkort en die heet Dagen als deze. Ja, het is eigenlijk niet Bart de Raaf, maar het is Bart de Raaf. Bart de Raaf? Aan het script hier, ja, voilà. Oké. Okay. Dus, dat hebben we afgesproken. Ja, is goed. Oké, okay, goed. Right. Dan gaan we dat nog eens doen, hè. Mensen van het universum, Bart de Raven heeft een nieuwe... Ja, helemaal ja. Ja, hoe noemde je dat? Batteraaf. Ook dat slaagt dan eigenlijk ook. Ja, dat slaagt toch nergens op. Dat is een rapnaam, man. Is dat een rapnaam? Ja. Serieus, ik ga een rapnaam. Kom erbij, trek wat kleren uit. Het is hiphop in Limburg, dat kan niet beter. Goed, we gaan dat nog eens doen. Goh man, ik ben het kotsbeu. Batteraaf heeft een nieuwe cd uitgenaamd Dagen als deze. Voor mensen die nog het nodig vinden om naar Nederlandstalige hiphop te luisteren. De lelijkste taal op de planeet om hiphop in te maken. Zelfs Frans klinkt beter. En ik ben Engels. We hebben 100 jaar oorlog gevoerd met Frankrijk. Gewoon om die een pak slaag te kunnen geven. We hebben dat zo lang uitgesteld omdat we aan het genieten waren van die kapot te maken. En nu gaan ze in het Nederlands rap. En dan nog in het Limburgs, want het mag niet vooruit. Uitgaan, hè? Die plaat duurt 5 keer zo lang dan te zien er welke en er staan maar 2 nummers op. En dan doet er nog ene gast mee, Stijn Meuris, die kerel die al jaren mijn gitarist probeert te pikken. Fuck die klootzak, je moet niet luisteren op die brol. En zeker, het is al een chance niet in het West-Vlaams, want dat is nog 100 keer erger. Ik denk dat we er zijn, wie stopt er maar mee, want dat gaat gewoon nergens naartoe. Batteraaf, koop hem nu! Jij thuis, Jeanette.